ben inderdaad niet echt iemand die... Natuurlijk is het een beetje vertraagd. Dat is altijd natuurlijk een beetje jammer dat we toen niet zoveel konden. Maar ook toen heb ik het goed gevierd, toch wel, ondanks dat. En het is altijd leuk om dan wat later toch nog eens goed aan herinnerd te worden. Kan je het nog goed herinneren? Want het is al 7 maanden geleden en je hebt ertussen, ben je overal en nergens weer geweest, volgens mij. Ja, ik kan het nog goed terughalen, hoor. Dus dat is geen probleem. dat alles wel georganiseerd door de Mol. Kun je wat vertellen over die band tussen jullie? Want het is veel meer dan alleen dat jullie allebei uit Dordt komen, natuurlijk. Ja, klopt. Die gaat eigenlijk al. Eigenlijk is de band met de familie gewoon al heel groot. Mijn opa heeft al in bestuur gezeten en mijn vader ook. Dus het was niet zo heel gek dat mijn broer en ik bij de club lid werden. En altijd lid gebleven. En vanaf hele vroege leeftijd. Sowieso al voor ik lid was, liep ik daar rond. Maar vanaf je 8e mag je wedstrijdjes rijden, dus iets daarvoor was ik al lid. En op je 6e reed je al rondjes om de kantine, hoorden we gisteren. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou me niks verbazen, inderdaad. En ik heb ondertussen ook zelf al een paar jaar mijzelf ingespannen als bestuurslid. Dat ben ik dan nu niet meer, omdat ik me weer wat meer gewoon echt alleen op fietsen wilde focussen. Maar het heeft al een bijzonder plekje in mijn hart, zeker. Je zei net tegen mij, dit is de enige dag dat je thuis bent. Dat zegt wel genoeg over dat je het nog wel enorm druk hebt, natuurlijk. Ja, klopt. Ik ben eigenlijk gisteravond teruggekomen van een trainingsstage. En morgen vertrek ik naar Frankrijk voor een etappewedstrijd. Dus het is inderdaad een enorm drukke periode. Maar het is wel heel mooi om dit er nog even zo tussen te doen. Ja, dan is de grote vraag, gaan we hier dan over een maand of 5 weer staan als je in Amerika is, volgens mij het volgende week een veldrijden? Ja, het zou nog mooier zijn als we nog iets eerder staan, maar met het WK weg. Maar dat zou wel heel bijzonder zijn. Ik ga absoluut mijn best doen om deze titel te verdedigen natuurlijk in Amerika. Maar goed, dat is inderdaad nog wel heel wat wedstrijden verder.